Ja hoor, naakte molratten in de building! Waar zijn passie is ontstaan om mensen te eten en dat soort dingen. Ja, het is echt ziek en vermoorden en hoe ze eerst je moord ging en dat soort dingen. Weet je hoe ik naar huis ben? Het was niet oké dat ik eigenlijk naar huis ben gereden. Want ik heb mijn stoel achterover gezet en ik ben zo gaan rijden omdat ik echt dacht, ik ga anders echt spugen. Oh mijn god, wat erg. Heftig joh. Hey, hallo daar! Jullie denken, wat een goede glam en dit is een Get Ready With Us. Hoe dan? Nee, we gaan namelijk nu beginnen met de video. Dus, let's go, naar die naakte molratten. Ja hoor, naakte molratten in de building! Let's go! Ik vind het heel confronterend wel. Ja, ik ook, daarom smeren snel. Zo brak als een hondje. Ja. Oh, ik ben niet brak gelukkig, dat scheelt. Deze foundation is wel een beetje te donker voor mij hoor. Okay. Ik mix hem nu met deze. Maar ik ben niet echt helemaal over uit of ik hier nou helemaal warm van word. Maar oké, dan maak ik het gewoon op. Kijk, ik maak altijd gewoon op mijn hand. En ik heb tegenwoordig, ik had altijd die beauty blender. Maar die wordt zo snel goor. Boeien, Ruud. Boeien. Wat doe jij nou als eerste? Je wenkbrauwen. Ja, van mijn wenkbrauwen. Oh. Ik weet ook eigenlijk niet waarom ik nu al de gel doe. Dat doe ik eigenlijk helemaal nooit. Maar ik zag hem liggen en ik denk... Oh ja, smeren die handen. Smeren. Wat is nou... Ik raak helemaal in de war nu de camera aan staat. Dat ben ik niet gewend. Ja, dit wordt gewoon een soort van vriendinnenkletsvideo. Geweldig! Ik hoop dat er anderen aan de overkant ook make-up aan het doen zijn. Ja, zet hem aan zijn. Als je je make-up doet. Ja, ik deed dat vroeger. Kijk, ik Masha, haar vlogklos. Die zet zij om 6:00 ochtends online. Ja. Zo chill, want dan ging ik ochtends haar vlog kijken en mijn make-up doen. Ja. Dit heb ik jaren gedaan. Maar ik vind het zo leuk dat mensen dan, zeg maar, ik doe het meer met vlogs. Ik ga dan meer vlogs zitten kijken. Ja, ja. Maar vroeger deed ik dat inderdaad ook, ja. Ja. Gewoon maar zij had ook op een gegeven moment vlogs. Ja, ik keek ook haar vlogs, ja. Ja, ik ook. Altijd als ik foundation heb gedaan, dan voel ik me zo'n Oompa Loompa, omdat je de rest niet hebt gedaan. Ja, en alle diepte is uit je gezicht. Ja, je hebt meer gewoon één vlak beetje Oompa Loompa. Ja. Doe me zo denken aan Sjaakje in de chocoladefabriek, die mannetjes. Ja, dat zijn toch Oompa Loompas, of niet? Ja, oh ja. Zijn het Oompa Loompas? Noem je die ik weet niet. Komt nu in beeld? Ja. Precies, Eva, dankjewel. Ik krijg zo vaak complimenten ook in de comments over de editor. Dus Evan, dit wordt even jouw momentje. Shout out naar. Take your shine. Want je doet het super goed, dank je. Hoe gaat het eigenlijk met jou? Op dit moment een beetje misselijk. Ja. Maar over het algemeen heel goed. Wat goed. Ja, schat, met jou. Ja, met mij gaat het ook echt wel heel goed eigenlijk. Jij hebt je focus weer te pakken. Ik heb mijn focus weer te pakken. Sporten, veel werken, maar ook veel verschillende dingen. En wat vaker naar kantoor. Wat dan wat meer ritme geeft, want deze zomer was hectisch. Fucking leuk, maar hectisch. Mede door mij misschien? Ja, oh mijn god. Ik heb nog nooit op een vakantie zoveel gefeest. Nee. Als je de Ibiza-vlogs niet hebt gezien, wij zijn samen naar Ibiza geweest. En het was amazing. Bizar ook dat het op beeld stond dat iemand jou gewoon half aanrandde. Ja, dat was niet heel sociaal. Nee, dat was heel goor. Echt abnormaal. Een tattoo verder, veel koppijn verder. Ik niet hoor, betrek mij niet bij deze tattoo. Nee. Ik heb geen tattoo. Ik heb wel een paar maanden geleden een tattoo op Ibiza laten zitten, maar niet deze keer. Je bent geen haarbeet. Nee. Je bent geen haarbeet. Maar ik was wel nuchter. Oh ja, nee. Ik heb hem om 3:00 s'nachts laten zetten. Dit hebben we trouwens helemaal niet in een vlog verteld over... Wij gingen uit, shotjes doen, een beetje flirten met de barman. Gadverdamme. Barman flirtte terug. Nou, en hoe? Jij was met die barman bezig. Nee. Ik werd hier ineens in betrokken. Hij was die avond daarvoor, zat hij letterlijk tegenover mij, zat hij te roddelen over mij. En hij wees nog net niet, zo tegen mijn neus aan. Sloeg nergens op. Keken wij de volgende dag op zijn Instagram. Heeft hij gewoon een vriendinnetje. Ik vind zulke dingen... Oh ja, dat was inderdaad. Ja, ik vind zulke dingen zo bizar. Ja, ik haat dat echt. Ja, what the fuck? Allemaal hetzelfde. Maar echt. Want hij gedroeg zich echt niet. Ik was echt niet geïnteresseerd in deze barman, behalve in de alcohol. Die ons bood. Die niet heel lekker ging. Nee, die ging niet lekker. Hm. En dan heb je gewoon een vriendinnetje. Wat ben je dan aan het doen ook, hè? Ja, maar daar is hij wel barman voor. Je mag prima een beetje. Ja. Dat is echt niet, daar ben ik ook niet de moeilijkste in. Maar... Ja, jij had wel het gevoel van als ik hierop inga... Ja. Dan is feest. Peggy 18. Hij was ook niet echt lekker of zo. Verder van. Hij had toch van die hele rare tatoeages. Ja, hij had helemaal onder. Hij had zijn hele bovenarm ook zwart. Maar je zag daaronder gewoon het relief van vorige tattoo. Ja, hij had ze gecoverd door gewoon zijn hele arm zwart te maken. Ik vond het vrij intens. Ja.
Ik heb nu, ik denk als ik nu geen tattoos zou hebben, zou ik ze ook niet nemen. Ja? Ja, denk ik wel. Heb je er spijt van dan? Nee, ik heb er helemaal geen spijt van. Maar ergens vind ik het ook wel weer mooi of iets hebben als je geen tattoos hebt. Terwijl ik het ook wel weer heel leuk vind om tattoos herinneringen te maken. Zoals die Ibiza tattoo vind ik echt, die zit trouwens hier. Ja, dat vind ik dan ook wel weer leuk. En dat heeft dan weer zo'n ervaring en zo. Ja, ik hou ook wel van tattoos. Maar ik vind de tattoos mooi als ze subtiel zijn. En als het dan, als je weinig tattoos hebt, weet je wel. Als vrouw. Of je moet heel veel hebben. Of... Maar moet je ook staan? Ja, want absoluut. Als ik helemaal staan, bijna helemaal vol zou zitten. Nee, maar er zijn bepaalde chicks waarbij ik het echt heel cool fuck vind. Ja, dat staat zo lijp. Maar bij mannen? Ja, dat is sexy. So. Fucking hell, ja! Woe! Ja, dat is mooie tattoos zijn en veel. Ja. Zeg maar, hou je meer van plaatjes of van sleeves? Nee, sleeve. Nee, niet plaatjes. Nee, ik vind dat plaatjes zijn vaak ook meer wel van leuk, die artsy gasten en daar val ik sowieso niet op. Oh nee, ja, dat is wel meer mijn tief. Ja, dat is wel meer mijn tief. Dat zijn meer van die artsy... Ja. Ja, ik ga zeggen, wij hebben zo'n andere tief. Ja, echt ideaal wel. Het is ideaal, inderdaad. Godzijdank. Ja, ja van nee, een beetje artsy, ja, een beetje mixbloedjes. Mix bloedjes, ja. Nee, bij mij mag het echt lekker tata. Heb je die docu gezien van Victoria's Secret? Nee. Luister, ik was hiervan in shock. Okay. Ik keek dit met mijn moeder. Er is dus een docu op Videoland, geloof ik. En anders is het Netflix. Van Victoria's Secret en het heet The Rise and Fall of Victoria's Secret, geloof ik. Dus hoe ze succesvol werden en hoe het is... Is neergestort, ja. Want het is nu natuurlijk niet meer wat het geweest is. Nee. Het was eerst echt, die shows waren het jongen. Was, ik bleef 's nachts wakker om die shows te kijken. Nee, ja, zo weirdo was ik dan. Oh mijn god. Maar ik dacht, Victoria's Secret is nu niks meer, omdat ze te laat zijn ingestapt en volgens mij niet eens echt op de body positivity trend. Ja, en het veranderen, hoe heet het? Gewoon het beeld gingen ze niet zij in mee. Zij gingen perfecties, streefden ze na. Ja, en dat is gewoon niet meer wat we nu zien en wat we nu willen zien. Nee. Dus ik dacht, daardoor is dat gebeurd. Maar in die docu komt dus naar voren dat dat ook wel deels meespeelde. Maar het heeft dus ook heel veel te maken. Het wordt gelinkt aan Harvey Weinstein. Dat is toch die gozer? Dat is die gozer van Me Too. Oh! Wat? Harvey Weinstein heet hij toch? Of zeg ik nou? Maar ik ben hier helemaal niet in bekend. Oké, ik weet niet. Volgens mij heet hij zo. Maar in ieder geval, de eigenaar van Victoria's Secret, multimiljonair of miljardair, whatever. Ja. Die bleek dus helemaal gelinkt te worden aan die, volgens mij Harvey Weinstein. En dat is dus die persoon die heel groot in het nieuws was met Me Too. Ja. En wat hij dus deed, hij had... op de een of andere manier een soort volmacht gekregen over Victoria's Secret, omdat hij bevriend was met hem. En dan deed hij Harvey Weinstein, die ging dan dus meisjes scouten voor Victoria's Secret, terwijl hij daar helemaal geen zeggenschap in had, wie er gekozen werd voor die shows. En zo is het uiteindelijk dus uit de hand gelopen tot zelfs volgens mij vrouwenhandel. Dat vrouwen gewoon werden ingezet. Ja, het was echt een heel ziek verhaal. Oh, oké. Dus het is wel de moeite waard om even te bekijken. Ja, vind ik wel. Maar het gaat dus echt veel verder dat je denkt van, oh, ze gingen niet mee met body positivity. Nee, het is Oké. Maar daar zit meestal wel veel meer achter, inderdaad. Nee, maar hoe kan je van zo'n bedrijf inderdaad, dat je dan inderdaad zo'n val maakt, zo... Ja, maar het zijn gewoon ook... allemaal gore gluipers die er lopen. Gore gluipers. Ja, maar uiteindelijk, ja, dat is gewoon zo. Het is echt zodra... En dan, zij gaan zo meiden met een droom of wat dan ook... Misbruiken. Zodra mensen macht krijgen... Dan gaat het al hoor, wordt het dan. Ja, vind ik een heel naar idee. Heb jij nog leuke films of series gezien? Nou, ik kijk dus nu Jeffrey... Oh ja, Dahmer. Dahmer. Dat is echt bizar. Dat is dat liedje van Katy Perry, man. Ja, maar echt, ik ook. She eat your heart. Like Jeffrey Dahmer. Oh ja. Even, kan je dat stukje er even in doen? Dank u. Nou, ik wist dus niet dat dit gelinkt was aan deze man. En het is dus een waar gebeurd verhaal. Holy shit. Ja, ik moet hem dus nog kijken. Je moet echt kijken. Maar ik moet dus wachten. Ik kijk het samen met Aniek, mijn huisgenootje. En zij is nu een weekend weg. Ja, dat is zo kut. Want we Kom zijn... even terug. Ja, we zijn bij aflevering 3. En ik wil het gewoon... Ik wil gewoon kijken. Want het is een docu-serie. Het is een docu-serie en het is waar gebeurd verhaal. Maar die serie, het is waar gebeurd. En het begint zeg maar bij het einde waar die wordt opgepakt. En dan vertelt hij ook, ik ga gewoon alles vertellen. En dan ga je dus terug in de tijd... zijn jeugd en waar zijn passie is
ontstaan om mensen te eten en dat soort dingen. Ja, het is echt ziek. En vermoorden en hoe ze eerst een moord ging en dat soort dingen. Oh my god. Echt heel bizar om te denken van, dit is gewoon waar gebeurd. En vind je hem fijn? Ik vind hem super fijn. Dit goed. Is echt een ik hele... Ik wil hem ook net op gaan doen. Dit is zo'n tinted moisturizer blush. Nou, ik vind hem echt heel fijn. Er zit ook een mooie shine in. Fantastisch! Ik heb trouwens een nieuwe lievelingsmascara. Nee. Ja, van Make Connect. Helemaal fan. Helemaal fan? Van Huda. Oh, en twee kanten heeft hij? Ja, maar ik gebruik maar één kant. Oh, oké. Okay. Ja, want ik hou van lengte. Ik weet nog wel een van de eerste keren dat ik ging drinken en dat ik thuis kwam en ik moest... Mijn trap naar boven zat vlak bij de woonkamer. Ik sliep op de fide. Dus... Mijn stiefvader zat beneden en ik weet nog wel, deze trap omhoog en het ging niet soepel. En ik dacht nog, dit gaat hartstikke goed. En de volgende ochtend zei mijn stiefvader echt van, nou, ik weet niet wat jij gisteren hebt gezopen. Maar je kan die trap niet eens op. Oh. En dat je dan zelf denkt dat het nog redelijk lukt. Ja, dat het nog best wel oké ging. Ja, ja. Oh, wat erg. Ik kan echt niet wachten tot mijn kinderen dat gaan krijgen. En dat ja, ik dan zo kan uitlachen. Ja, ja. Ik zou dat echt niet erg vinden als mijn kinderen... Ik zou zeg maar doen of mijn neus bloedt, dus doen alsof ik niet door heb, maar wel echt heel stuk. Ja. En op het moment dat het kan, gewoon er terugpakken. Ja, ik vind dat dus ook altijd heel mooi, dat je bijvoorbeeld je ouders betrappen op roken als je dan nog te jong bent. Oh ja, ja. En dat ze dan, ja, roken het hele pakje maar leeg. Oh ja, ja, ja. Nou, dan wil je niet meer hoor. Dan wil je dat nooit meer. Nee, dat is echt het beste middel. Waren jouw ouders daar makkelijk in? Nee, bij mij was het echt geen 18, geen druppel. Oké. En roken zijn ze nog steeds anti, maar ik ben zelf ook wel redelijk anti. Ja. Nee, ja, ik ben echt daarin ook wel vrij saai. Ook zeker drugs zijn ze ook heel erg anti, maar dat ben ik zelf ook. Nou, ja. Anti is een groot woord, omdat ik zal anderen nooit veroordelen. Nee. Dus ik kan op een feestje dat al mijn vrienden het gebruiken en ik niet. En dat boeit me niet. Alleen zelf. Voor jezelf, het niet ja. Mee. Maar ja, ik weet niet of dat dan is door mijn ouders, I guess. Ik heb dus, als ik het bij anderen zie... Ik was laatst op een festival en anderen hadden allemaal drugs op. Ja. Dat het voor mij juist afstotend werkt. Zo van, maar dit, ik wil hier niet ook zo staan. Nee, ik dacht, gaat het goed met jullie? Ja, ja. Terwijl als je het doet, dan is het alleen maar leuker. En als het altijd verboden wordt, dan wil je het graag doen. Ja. Maar bij mij, ik leer het niet snel van het doen. En dan dat het helemaal bad gaat en dat ik het dan niet meer doe. Ik leer eerder van het zien bij anderen... En het zelf niet doen, dat ik dan denk van, nou, ik skip dit. Ah, wij waren laatst naar een feestje samen waarbij het erg normaal is als je drugs gebruikt. Ja. Wij voelden ons echt een beetje raar dat we het niet hadden. Ja. Nou, ik voel me niet raar, want het boeit me niet. Maar nee. Maar het was heel normaal om wel gewoon drugs te gebruiken. We hebben de avond van ons leven gehad. Maar echt. Dus het is echt, ik heb en niet eens met alcohol. Ja. We waren, nou, jawel, ik was dronken hoor. Oh shit, ja, ik was wel ook dronken. Vrij dronken. Oh, maar toen hebben we ook elke keer een shot genomen. Ja, we hadden een vodka shot. Ja, vodka shot. Wie bedenkt dat ook? Vodka, ja, sorry. Oh, en jij was die volgende dag zo brak. Oh, ik ga zien. Ja. Jij lag hier echt nog net niet zo. Ja, weet je hoe ik naar huis ben? Het was niet oké dat ik eigenlijk naar huis ben gereden. Want ik heb mijn stoel achterover gezet en ik ben zo gaan rijden. Omdat ik echt dacht, ik ga anders echt spugen. Oh mijn god, wat erg. Wat heftig, joh. Ja, deze video komt ook wel weer naar voren dat oma oud aan het worden is. Omdat ik er echt niet meer tegen kan. Oma wordt 24 en maar ik ben ook, ik kan echt niet zo erg tegen alcohol en drugs en weinig slaap. Ja, ik ben nog gewoon minder productief. En ik ben al een beetje labiel qua emoties. Laat staan als ik veel alcohol heb gehad. Ja, drugs weet ik niet, maar ik kan ook echt niet tegen drank. Maar goed, ja, ik kan me ook wel weer voorstellen. Kijk, bijvoorbeeld, ik was dan laatst bij Thuishaven. En dan sta ik echt in zo'n soort dungeon, kelder achter. Nee, wat hoe noemen ze dat nou? De bunker, volgens mij. Oh, de bunker, ja. Nou, dat is wel echt heel heftige muziek als je niks gebruikt hebt. Ja, oké, maar dan ga je ook echt niet heel lekker. Nou, ik vermaak me prima en ik stond er echt van, dan. Maar jij kon het gewoon helemaal hebben? Nou ja, ik denk wel van, nou, over een half uurtje naar een andere tent vind ik het ook prima. Nee, ja. Maar ik kan me dan wel weer voorstellen van, er is natuurlijk een reden dat die muziek wordt gemaakt voor het moment dat je dat soort shit gebruikt. Ja. Dus dan kan ik wel denken van, ja, you go girl, jij gaat lekker en geniet ervan. Ja, absoluut. Maar ik ging kreeg dus DM's van mensen die zeiden, oh ja, jij ging echt hard. Nee! Maar ik had gewoon
een zonnebril op. Omdat elke keer dat ik de reden kan hebben om een zonnebril te dragen, doe ik dat. Ja. Ik bedoel, ik hou van zonnebrillen. Ja. Dus iedereen staat er met een zonnebril. Dus en iedereen denkt dan inderdaad van, en ik sta gewoon lekker mee te bouwen, dus met mijn zonnebril op. Dit had ik op Mysteryland. Ik was op Mysteryland zo brak dat ik gewoon geen druppel kon drinken. Ik dacht ook, nou, dit gaan we gewoon niet doen. Want de avond daarvoor had ik al een halve liter fles vodka achter de kiezen. Ja. Ik echt, mijn hoofd stond net niet achter ze voor op mijn lichaam. Dus daar, maar ik stond ook met een zonnebril op en een flesje water, omdat ik gewoon water aan het drinken was. Maar ik stond in zo'n technotent, omdat vrienden waarmee ik was, wel, sommigen zaten wel aan het drugs. Ja. Dus die wouden daar heel graag zitten. Maar ik was echt zo nuchter als wat en ik kon heel erg genieten. Maar ik dacht wel, ik voelde het wel awkward dat anderen dan aan mij zouden kunnen zien dat ik drugs had gebruikt, terwijl ik dat niet had gedaan. Ja, ja, want je wordt er gelijk mee geassocieerd omdat je daarbij staat. Precies. Ja. Ben jij al klaar? Nou, als ik geen ogen doe, dan ga ik best wel dan makkelijk. Ga je snel, eerlijk, hoor. Deze mascara is mooi. Geweldig. Zal ik anders eens rood op mijn lippen doen? Nou, ja. Zullen we even helemaal gek gaan? We gaan gewoon gek. Goh. Ik ben echt wel fan van rode lipstick later geworden. Ja, ik merkte het, ja. Ja, wat ook slim is, als je op date gaat, gewoon je rode lippen doen, is wel onhandig om het bij te houden. Eten, ja. Maar als je niet wil dat er gezoend wordt op de eerste date of zo. Willen we dat wel? Nou ja, dat is waar. Dat is waar. Hoe skip jij iemand die meer van jou verwacht en dat jij denkt, ja, nee. Die wang gooien. Ja. Dan gaan daarna lachen, lief lachen. Ja, lachen en zwaaien. Lachen en zwaaien, echt. Doei. Dag, dag. Ik vind meestal het altijd zo awkward. Meestal ben ik dan dronken en dan sein ik naar een vriendin van, yo, trek me hier weg. Ja, meestal dat. Heb jij daar een goede move voor? Nee. Ik wil ook altijd veel te lief zijn dan. Ik gaf ook eerst wel mijn nummer als mensen dat vroegen. Ja? Ja, erg hè. Omdat ik het niet kon afwijzen. En dan zei ik, heb je Snapchat? Nee, dat gebruik ik alleen maar voor vriendinnen. Ik vind het ook awkward om een Insta te geven, want dan voelt het zo popiopisch, snap je? Ja, dat doe ik echt liever niet. Omdat je veel volgers hebt. Ik vind het ook zo awkward als vriendinnen van mij zeggen, nee, maar zij is famous. Ik denk echt, nee, dat zeggen ze. Vriendinnen dat? Nou, meer voor de grap dat ze dan zeggen, nee, maar je ken je haar nog niet. Oh, moet je haar Insta maar kijken. En dan denk ik echt, ja, hou op. Ja. Ja, dat is zo cool. En dat doen ze ook echt om te fucken, maar ik vind dat verschrikkelijk. Ik verwarm dus altijd mijn wimperkruller. Dit is echt amazing, toch? Het werkt zoveel beter en je wimpers blijven echt veel langer omhoog. Ja, deze is heel fijn. Er is een oogpotloodje voor de binnenkant van je oog. En die loopt niet uit. Maar ik kan even echt zo vaak inzoomen op mijn hoofd dat ik zo oncharmant in mijn spiegel zit. Verdamme. Ik heb dus, als ik wel eyeliner of mascara op mijn onderste wimpers, het past toch niet helemaal. Dat gaat toch dat cat eye effect een beetje in de weg. Ja, alleen aan die buitenste een beetje. Ja. Ja. Terwijl bij mij moet dat echt, vind ik. Ja, want anders heb jij gewoon, dat ziet er een beetje gek uit. Goed verhaal. Vind je dat oranje nou niet mooi bij jou? Nee, ik vind dat helemaal wel mooi. Oh, ja. Ik kan deze natuurlijk helemaal niet. Even een lipglossie op en dan zijn we helemaal ready to go. Ah, you look pretty as fuck. You too. Holy knijter. En ja, ik heb dus oranje oogschaduw op. Ja. We zijn echt er klaar voor vandaag. Ja, precies. Helemaal zin in. Gaan we doen, maar... Nee. Ja. Maar niet uit. We hebben een video opgenomen. Ik hoop dat je dit leuk vond. Laat even iets leuks weten in de comments. En heb jij nog een vraag? Ben jij al geabonneerd? Vind ik zo'n goede vraag van jou. Ja. Ongelooflijk. Ben je al geabonneerd? Als je dat niet bent, dan komen we je halen. Nou, dan gaan ze misschien wel niet abonneren. Oh nee, oké, dan komen we je niet halen. Dikke kus en tot de volgende. Dit is een thumbnail. Hoef je niks meer te doen, Evan. Dit is wel een hele grote. Heb je iets kleiner, kwastje?